Heb je wel eens brand gehad in je huis? Tot nu toe nog nooit voorgekomen, gelukkig. Ja, een keer. Waarschijnlijk had iemand een peuk naar binnen gegooid in de oude papier. En toen vloog het in de brand. Ben je eigenlijk wel voorbereid op een brand? Ja, ik heb rookmelders. Ja, we hebben melders hangen, ja. Ik heb een brandblusser achter in de bijkeuken. En een blusdeken. En ik heb van die rookmeldertjes. Nee, ik heb geen rookmelders. Ik denk op het moment dat het toch uitbreken dat ik niet echt goed voorbereid ben om weg te rennen, denk ik. Maar niet om te blussen of iets te doen. Ik heb er wel een aangeschaft, maar hij is nog steeds niet gemonteerd. Ik weet niet de goede plek te bepalen eigenlijk. In Zeeland rukte de brandweer vorig jaar 150 keer uit voor een brand in een woning. Dat is gemiddeld 3 keer per week. Jan-Willem Vermeulen onderzoekt die branden. Woningbranden die hebben we 150 gehad vorig jaar. Die gaan we allemaal zeg maar langs om te kijken wat daar precies gebeurd is. Dus we gaan of we doen een brandonderzoek of we bellen naar de bevelvoerder of de bewoners van wat is er precies gebeurd. Ook kijken of een huis brandveilig is, hoort bij zijn werkzaamheden. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Even mijn eerste vraag aan de kant. Heb jij ook melders hangen zo? Mag ik even kijken of ze werken? Hey, prima, die doet het. Netjes. Nou, wat echt opvalt, er wordt vaak gezegd dat mensen rookmelders hebben. Maar in de helft van de gevallen die we aantreffen, hangen er geen rookmelders of werken ze niet. Kijk ik boven ook even, vind je het goed? Ja, tuurlijk. Dus in de hal beneden, de hal boven, trapgat zoals dat heet, in de vluchtweg naar de voordeur. En je kan ze heel goed even testen, er zit een drukknop op, kan je even op drukken en dan hoor je hem afgaan. Ja, mijn tip is toch gewoon plaats je rookmelder als je het nog niet hebt. Vanaf volgend jaar is het trouwens verplicht, maar wat letters om het nu al gelijk te doen. We hebben een houtkachel hier in de uitbouw staan. Hij is aan. Oh, mooi. Hij brandt goed, lekker. Wat we ook veel zien is gewoon branden in schoorsteenkanalen, schoorsteenbranden en bij een open haard. Heb je die zelf aangebracht? Nee, die hebben we aan laten leggen door een erkend bedrijf. En wat wel eens fout gaat met als mensen zelf een haard installeren, is die afvoerbuis, hè, die moet hier door het dak. En die doorgang, dat is best een technisch karwei. Dus dat is echt wel een werk van installateur. Als die haard niet mooi brandt en het hout is vochtig of er zit verf op of zo, dan zet dat af zeg maar, in de schoorsteenwand. Dan krijg je roetvorming en dergelijke. En dat is brandbaar. En op een gegeven moment gaat dat ook branden. Dus dat is de reden dat je moet vegen regelmatig. Wat we ook vaak zien en vaak tegenkomen is de klassieke keukenbrand. Stel dat je staat te koken, dan gaat wat fout. Het vlees bakt aan of de temperatuur is te hoog. Dan krijg je een vlam in de pan. Als je keukenbrand hebt, raak niet in paniek. Pak als kan een deksel, sluit zeg maar de pan af. Zet je gas uit, de afzuiging uitzetten en laat de pan staan. In dit huis lijkt alles in orde. Zie ik nog je telefoon aan de lader op de bank? Dan geef je advies om dat niet op de bank te doen of ertussen, want het wordt heet zo'n lader. Dus leg hem op een hard oppervlak, bijvoorbeeld deze vensterbank. Die accu in een telefoon, dat kan je goed voelen, die kan bijvoorbeeld behoorlijk heet worden. En als die zeg maar op brandbaar materiaal ligt, dan zou je kunnen gaan branden. En dat hebben we ook een paar keer al gehad. Oh, dat is goed dat je het dan even zegt. Ga ik opletten. Oké. Ja. Kijk voor meer info op zeeuwseweekvandeveiligheid.nl.